Rotterdam is starting something new. Something that has never been done before in Holland. Challenge Neil 10 makes sports in high school possible. This is Challenge Neil 10. Challenge 010 is een scholencompetitie die wordt gehouden in Rotterdam. Het zegt het al, Challenge 010, de uitdaging van Rotterdam. We hebben onder andere boksen, dansen, basketbal en zaalvoetbal. Ja, tof aan Challenge 010 is dat je eigenlijk je school kan representen voor de sport die jij leuk vindt. Je kan talenten ontdekken van de jongens. Waarbij we eigenlijk willen dat zoveel mogelijk kids mee gaan doen. Ja, ik vind het heel tof dat ze allemaal dingen gaan organiseren op de middelbare scholen. Niet veel kinderen doen aan basketbal en hopelijk gaan nu meer mensen basketballen. Ik vind het gewoon heel saai om de hele dag thuis te zitten en zo. Dus gewoon lekker sporten en zo. Ik dans thuis elke dag, maar ik heb ook dansles. Ik kan gewoon al je gevoel erin kwijt en het maakt me gewoon vrolijk. Gewoon in beweging, ik kan lekker bezig zijn. Als je even niks te doen hebt, ga dansen. Ik doe het al sinds ik klein ben. En sinds ik naar de middelbare school ben gegaan, had ik gehoord van een TPP en zaalvoetbal. Dus ik dacht van dat ik het wel leuk zou vinden om daar aan mee te doen. Dus daarom ben ik daar op gegaan. Ik ben gebleven. Je bent sportief bezig, je bent lekker in beweging. Je bent met andere mensen aan het jongens aan het voetballen. Meisjes doen, kunnen ook voetballen. Het is gezellig, dus dat vind ik wel leuk. Het is cool omdat je gewoon, je slaat elkaar. Nee hoor, het is gewoon leuk om met elkaar bezig te zijn in de ring. En als je weet van elkaar dat je de ander niet helemaal lens slaat, is het gewoon cool om elkaar gewoon uit te testen wie beter is. Misschien soms zijn sommigen er in de eerste instantie bang voor. Maar als ze dan zien dat het gewoon een doodnormaal spelletje is, dan doet iedereen denk ik gewoon mee.